Er zijn oplossingen voor de enorme wateroverlast voor de dorpen in Brokopondo. Bewoners hoeven niet per se naar hoger gelegen gebieden te verhuizen, maar kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen niet meer dicht bij de rivier te bouwen en te planten. Wij spraken er vandaag over met Linus Dico, oud-minister van regionale ontwikkeling, die in zijn geboortedorp Asigrong het landbouwbedrijf Bonanza Agro heeft. Als oplossingsmodel om de schade te voorkomen, is een algemene stelling om hoger te gaan wonen. Dico is het daar niet helemaal eens mee. Als je langs de rivier woont, zou je bij de lagere delen, dus de vlakplains, zou je bijvoorbeeld aangepast kunnen bouwen. Mensen zouden bijvoorbeeld op palen kunnen gaan bouwen, zodat bij overstroming je huis en je huisraad veilig staat. Dus mensen hoeven niet per se te verhuizen, hoor. Je zou het beste aangepast kunnen bouwen. De overheid dient daarbij het voorbeeld te geven, want een ieder wie, dat het voornamelijk de overheid is geweest, niet eens voornamelijk, dat de overheid is geweest, die is begonnen met haar faciliteiten juist op deze plekken te plaatsen. De gebouwen en aanplant van Bonanza Agro staan al een maand volledig onder water. In 2021 was er ook schade aan de aanplant toen het water tot heuphoogte stond. Een voorzichtige calculatie leert dat de schade al dicht bij een 1 miljoen US dollar kan liggen, zegt Dico. Met de verloren producties van 2021 en 2022 loopt het bedrag nog verder op naar 2 of 3 miljoen US dollar. De situatie is vanuit het platform Traditionele Gezagsdragers en een bundeling van ondernemers uit Brokopondo besproken met Staatsolie en met president Santokki. Dico is ervan overtuigd dat de schade in het gebied zal moeten worden vergoed. De overheid zal ervoor moeten zorgen dat de mensen volledig vergoed worden. Ja, de schade moet worden opgenomen en vergoeding zal plaats moeten vinden. Dat is één. En twee, om te voorkomen dat we dit soort van zaken, dat het zich blijft herhalen, zou je bijvoorbeeld voor landbouw moeten kijken naar plaatsen die zo makkelijk onder water, die niet elk jaar weer onder water zullen lopen, misschien eens in de 20, 30 jaar onder water, dan kan je investeren in vliegen. En die mogelijkheid is er. Victoria is het grootste landbouwgebied, zou je kunnen zeggen, in district Brokopondo, met tussen de 2200 en 3600 hectare. De overheid zou dat moeten bestemmen voor Brokopondo om landbouw te kunnen doen. Zodat we daar in feite een soort landbouwdorp van kunnen maken en daadwerkelijk gaan werken aan productieverhoging op een behoorlijk manier aan landbouw. Dico, die geoloog is en promoveerde aan de faculteit der technologische wetenschappen, legde daarna via een eenvoudige tekening uit waarom de dorpen onder het stuwmeer bij het openen van de spuikleppen onder water lopen. En hoewel wateroverlast niet nieuw is, zijn de gevolgen nu wel intensiever doordat de bewoners dichter langs de rivier zijn gaan wonen en landbouwen.